Goedenavond, welkom bij Ter Zake. N-VA hijst ex-Vlaams Belangers aan boord en dat komt de partij op forse kritiek te staan. Het is een sluipend gif en als je dat toelaat in je lichaam, ja, dan gaat dat uiteindelijk ook je weefsel aantasten. Maar nogmaals, dat moet de N-VA zelf uitmaken. Als zij de politieke verantwoordelijkheid nemen om die mensen blijkbaar zonder veel screening allemaal toe te laten, dan is mijn waarschuwing, vroeg of laat komt dat naar boven. Vlaams Belangers lopen over naar N-VA. Krimpt Vlaams Belang of verrechts N-VA? En in de VS komt de verkiezingscampagne op gang. President Obama haalt uit naar zijn rivaal Romney. Open VLD-fractievoorzitter Patrick de Waal was niet mals voor N-VA vanochtend in een opiniestuk in de krant De Morgen. N-VA biedt een nieuw platform voor extreem rechts, schreef hij. En daarmee doelde de Waal op de voormalige Vlaams Belangverkozenen die de overstap maken naar N-VA. Wij vroegen ons af wie die ex-Vlaams Belangers zijn en waarom ze politiek willen bedrijven bij hun voormalige concurrent, Pieter-Jan de Smet. Het is een sluipend gif en als je dat toelaat in je lichaam, ja, dan gaat dat uiteindelijk ook je weefsel aantasten. Zij zien dat hun kiezers, blijkt ook uit de peilingen, hun kiezers wat weglopen, onder meer naar de N-VA. En dat is blijkbaar dan hun antwoord, probeer de kiezers bang te maken voor de N-VA. Maar nogmaals, dat moet de N-VA zelf uitmaken. Als zij de politieke verantwoordelijkheid nemen om die mensen blijkbaar zonder veel screening allemaal toe te laten, dan is mijn waarschuwing, vroeg of laat komt dat naar boven. Het is een beetje raar dat de VLD zo hevig reageert tegen de paar tientallen Vlaams Belangers die tot N-VA zijn toegetreden, wetende dat ik zelf ook benaderd ben geweest door die Open VLD. Ik ben Steven Dupont, 35 jaar. Ik ben een kleine 13 jaar actief geweest bij het Vlaams Belang en kom deze verkiezingen op bij N-VA Grimbergen als lijstduwer. En op plaats 8 bij de provincie Vlaams-Brabant, eveneens N-VA. Dat 70-puntenprogramma heb ik eigenlijk nooit als zodanig achtergestaan in zijn 70 punten. Er zijn altijd wel een aantal elementen die interessant zijn in elke partij. Ik zal mijn eigen nooit een racist noemen. Ik ben geen racist. Ik kan dat wel zeggen, maar u zal mij op mijn woord moeten geloven. Maar ik begrijp wel dat er in bepaalde wijken problemen zijn en dat mensen daar op een andere manier op reageren. En wetende dat er toen geen alternatief was, nam ik dat er inderdaad bij. 13 jaar lang aanhanger van het radicale Vlaams Blok en later Vlaams Belang, tot Steven Dupont zich niet langer kon vinden in het radicale discours van de partij. Ik ben gaan aankloppen bij de N-VA. En toen heeft hij mij heel duidelijk gesteld van kijk, wij gaan nu vandaag niet zeggen of u welkom bent, ja of nee. We gaan een screening moeten uitvoeren. Hoe dat technisch en praktisch in zijn werk is gegaan, dat weet ik niet. Ik was er uiteraard niet bij. Maar ik weet wel dat dat grondig is gedaan en dat het maanden heeft geduurd. Want ik heb echt maanden niets gehoord. En nadien bleek dat er wel een aantal onderzoeken waren in de zin van gezocht naar extremistische uitspraken, racistische uitspraken, homofobe uitspraken. Ik kan u zeggen, daar is niets van gevonden. Een strenge screening, zegt Dupont, en zo zou het volgens de N-VA ook bij andere ex-belangers gaan. Ik ben Luc Sevenans, ik ben senator voor N-VA. Ik heb blijkbaar een verleden, want ik ben 20 jaar mandataris geweest bij het Vlaams Belang. En ik kom dit jaar op in Brasschaat voor N-VA uiteraard en ik ben lijstduwer. U krijgt een aantal persoonlijke gesprekken om naar uw motivatie te peilen. Om echt te zien wat je wel volledig het N-VA-programma wenst te onderschrijven. En uiteraard, als je extreem ideeën hebt gehad vroeger, goed, iedereen mag van ideeën veranderen. Hè. Wel, het woord extreem, dat kun je moeilijk inschatten. Hè. Heb ik een rechtsverleden? Ja, goed, daar ben ik ook niet beschaamd om dat te zeggen. Ik zou zeggen, extreem rechts, dat is ook naar gelang wat men wil. Hè. In sommige landen zijn extreem rechtse partijen gewoon regeringspartijen. Dat is wie bepaalt wat extreem rechts is. Meer dan 40 ex-belangers zouden er intussen bij N-VA zitten. Maar voor de meer progressieve mensen binnen de partij lijkt het nu wel genoeg geweest. Ik begrijp wel waar je naartoe wilt. Er zijn een aantal mensen die links gecatalogeerd worden en die nogal reageren. Ik begrijp dat. Hè. Ik begrijp dat. Ik heb mijn verleden tegen. Maar ik denk dat zij ook zo objectief en zo eerlijk zullen zijn om te kijken naar de toekomst. En dat ik op mijn daden vanaf heden, hè, vanaf mijn toetreding tot N-VA, word afgerekend en niet op mijn verleden.
Het is natuurlijk wel zo, en daar hoop ik toch wel op, dat die mandatarissen toch nog even zullen nadenken over wat ze aan het doen zijn en daar misschien binnen die N-VA een historische rol kunnen spelen. Namelijk die N-VA kunnen overtuigen dat het cordon sanitair moet doorbroken worden. Ik denk dat het cordon moet doorbroken worden door Flip de Winter zelf. Als hij zo van die straffe uitspraken blijft doen en of die straffe mediacampagnes blijft doen, dan moet hij toch beseffen dat hij zelf ook mee voor het grootste deel verantwoordelijk is voor dat cordon sanitair. Liefde moet langs twee kanten komen, hè? Ik vind het cordon op zich als principe niet gezond. In een democratie hoef je niemand uit te sluiten. Maar daarmee heb ik zeker niet gezegd dat ik voorstander ben voor een coalitie met het Vlaams Belang. Ja. Maar u sluit het niet uit? Ik sluit niets uit totdat de kiezer de teerlingen heeft geworpen. Onze gast, Jurgen Seder, ik moet zeggen onafhankelijk senator op dit moment, ex-Vlaams Belang, nu lid van N-VA. Wat heeft u naar N-VA gedreven? Eigenlijk een concreet project, een concrete aangelegenheid. Dat was de gemeenteraadsverkiezing in Dilbeek. Dat was eigenlijk de directe aanleiding. Want u weet, ik ben dus eigenlijk al... Ik doe niet zomaar een overstap. Ik ben al een jaar uit Vlaams Belang. Ik had toen een beetje gedacht dat dat het einde ging zijn van mijn politieke loopbaan en me er ook bij neergelegd. Maar bleek nu toch dat de lokale lijst van Dilbeek mij een kans wou geven door mee hun lijst te versterken. De N-VA-lijst. De N-VA-lijst te versterken daar. En ja, ik was eigenlijk gecharmeerd door dat voorstel. Niet volop beseffende wat er sindsdien op mij is afgekomen. Wat bedoelt u daarmee? Wel, ik heb vroeger in de nationale politiek gezeten. Ik heb belangrijke plaatsen bekleed op de senaatslijst, die voor gans het land is. Tweede, derde, vierde plaats. Ik heb daar eigenlijk zeer veel... U was fractievoorzitter voor Vlaamse Belang in de Senaat. Ik heb eigenlijk daar eigenlijk weinig aandacht voor gekregen. En nu plotseling sta ik op de zesde plaats, de gemeenteraadsverkiezingen in Dilbeek. En plotseling voelt iedereen zich geroepen om hun mening over mij te zeggen. En begint men van alles op te zoeken. Men vindt dan ook, zoals meneer Dupont daar zei, men zoekt dan naar uw verleden, want die zal wel straffe dingen zeggen. Men vindt dan weinig of niks. En dan begint men dus nood zelfs dingen te verzinnen. Ja, maar en men vindt weinig of niks, maar u heeft bijvoorbeeld wel het 70-puntenplan ondertekend, hè? Ja. De tweede versie. Dus ik heb nog niet veel de kans gehad om mijn rol was die van bij de herwerkte versie. Ik moest te conformeren aan de nieuwe wet op de partijfinanciering. Dus eigenlijk ik was een beetje in de rol van censor. Maar goed, ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Ik heb dat toen ook meegewerkt aan het feit dat dat kon blijven bestaan. En u stond daar toen ook achter? Ik heb dat toen verdedigd. Dus ik was een trouwe partijsoldaat en ik heb dat toen verdedigd. En dat heb ik ook nooit ontkend. Hè. En nog? Dat behoort... Nee. Maar eigenlijk al lang niet meer, hè. U neemt daar afstand van? Ik neem daar afstand van, maar ik heb dat ook al lang... Eigenlijk, raar dat debat nu gevoerd, maar ik heb dat ook al lang geleden gedaan. Hè. Met zoveel woorden? Of door er gewoon niks meer over te zeggen? Nee, maar ik dacht dat dat wel, toen ik weggegaan ben, het Vlaams Belang, dat dat wel verstaan werd waarover dat ging. Ja, onder andere daarover. Ik heb begrepen dat u indertijd vooral bent weggegaan bij het Vlaams Belang omwille van de stijl en de leiderschapsstijl. Niet zozeer omwille van de inhoud. Ja, maar die dingen hangen samen. Hè. Wanneer men aan politiek doet en een bepaald soort taalgebruik hanteert, dan gaat men ook een bepaalde koers in. Dan gaat men een bepaalde richting uit. De richting van polarisatie, de richting van provocatie. En het is aan dat soort dingen dat ik inderdaad niet meer heb willen meedoen. Als ze mij nu vraagt, waar en welk individueel punt van het 70-puntplan, hier en daar zullen er wel punten in gestaan hebben waar ik waarschijnlijk nog achter sta. Maar het ging over de hele logica daar ook. Ja. Ook inhoudelijk, hè? Ook inhoudelijk. Maar u hebt u zelf hier in deze studio... een aantal maanden geleden, radicaler dan mevrouw Marie-Roos Morel genoemd. Ik was dat ook, ja. Marie-Roos, we hebben nog vaak discussies gehad. En zij kwam ook van een andere generatie en ze probeerde mij te overtuigen. Wij zaten toen van het Belang nog in een andere logica. Wij dachten dat er een vreemdelingenprobleem was dat moest opgelost worden eigenlijk door een terugkeer van de meerderheid van de vreemdeling. En zij probeerde ons duidelijk te maken, dat is voorbij. Hè. Dat heeft geen enkele zin om op die manier aan politiek te doen. Er is niemand die trouwens in dat soort projecten nog gelooft. En dat hebt u nu ook ingezien? Ja. Ik geloof dat iedereen die er op legale wijze in dit land verblijft, uiteindelijk een kans moet krijgen, niet alleen een theoretische kans, maar een reële kans om zich te integreren. En wanneer ze dan die kans gegrepen hebben, dan moeten zij kunnen Vlaming zijn, onder de Vlamingen, net zoals iedereen. En dan is dat debat afgelopen. Maar als je die geschiedenis allemaal op een rijtje zet, vindt u het dan gek dat daar mensen toch de wenkbrauwen bij fronsen, dat niet meteen allemaal op uw woord geloven?
Ja, ik kan me dat voorstellen. Niet zo fanatiek als meneer De Waal natuurlijk, maar ik kan me voorstellen, zelfs dat er binnen N-VA mensen zijn die zich hier vragen bij stellen. Meer zelfs zich ertegen verzet hebben. Ja, maar daar kan ik u eigenlijk de details niet van vertellen. Nee. Ik weet niet wie er daar eventueel tegen verzet heeft, dat weet ik zo. Maar voelt u zich welkom bij N-VA? Ik voel me nog steeds welkom bij N-VA, ja. Ja. Als dat anders zou zijn, dan zou ik daar ook mijn conclusies uit trekken. Bent u gescreend? Het schijnt, maar ook daar ken ik de details niet van. Ik weet niet welke werkwijze men daarbij hanteert, maar ik kan me voorstellen dat men eigenlijk zich vooral de vraag stelt, past die man in het project dat wij nu beleiden, dat wij nu verdedigen? En vermoedelijk hebben genoeg mensen... Wat brengt u de N-VA bij? Het enige dat ik eigenlijk wou bijdragen was een versterking van de lijst van de gemeenteraad in Dilbeek. Dat was eigenlijk op mijn enige betrachting. Maar ik hoop misschien ook dat het misschien toch iets verder gaat. En dat ik hoop bijvoorbeeld dat een aantal mensen in de Vlaamse beweging zullen inzien dat in dat N-VA-project zich nu een kans aanbiedt voor Vlaanderen die er niet snel zal terugkomen. Was het Vlaams Belang tijdverlies achteraf beschouwd, volgens u? Oh, nee, niet alles hoor. Zelfs de meest neutrale beschouwer gaat wel toegeven dat die partij dingen op de agenda heeft gezet. Die moesten op de agenda gezet worden. Maar dat het nu een zinloze bezigheid is, daar ben ik van overtuigd. Maar dat is ook de reden dat ik weggegaan ben. Want sommigen zeggen nu, u bent een opportunist, maar ik was fractieleider in de Senaat. En dat is een goede job. Dat is een van de hogere dingen die men kan bereiken als politicus. Mm-hmm. Alleen tenzij dat men minister wordt, maar daar reken ik niet echt meer op wat mij betreft. Ik had er nog heel lang kunnen zitten. Ik ben weggegaan omdat ik er niet meer in geloofde. Hè. Dat is de waarheid. Hè. Dus dat heeft heel weinig te maken. Ja, maar u bent wel in de Senaat blijven zitten. U zit daar nog tot de legislatuur ja, uit is. En dan? Ik weet het niet. Nee, dus, u is niks aangeboden. Men heeft bij N-VA ook niet gezegd uw expertise als jurist. Van job. Er is mij geen enkele belofte of zelfs gesuggereerd dat ik een kans zou maken. Trouwens, u weet, de Senaat wordt afgeschaft. Hè. Dus, wat brengt u bij aan de partij? Wel, ik denk dat zij ervan overtuigd zijn dat ik een meerwaarde kan betekenen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk een vraag die u... Een lokmiddel misschien voor die Vlaams Belangkiezers die nu eventueel aarzelen om N-VA te steunen? Als dat het resultaat zou zijn, dan zou dat een goed resultaat zijn. Met welk doel uiteindelijk wil u N-VA versterken? Ik zei het vooral om het was vooral te doen om de lokale lijst. Maar ik stap ook wel in het grote project. Hè. Dus een partij die een alternatieve politiek... Een onafhankelijk Vlaanderen nog altijd, zoals ook hun eerste programmapunt is? Wat mijn persoonlijke opinie ter zake is, ik zal niet kwaad zijn hè, als ik wakker word in een onafhankelijk Vlaanderen. Maar ik volg nu de logica waar zij in stappen. En dat is het streven naar een confederale staat. Dat de weg is die moet bewandeld worden. Dus ik maak... Ja. Dat is ook het punt dat ik zal steunen. En wat kunt u doen om bij die mensen binnen N-VA en eventueel daarbuiten ook mensen als Patrick De Waal... om die onrust weg te nemen over uw komst nu bij N-VA? U en die van andere Vlaams Belangen? Of ik Patrick De Waal zijn onrust zal kunnen wegnemen, dat betwijfel ik. Dat is misschien ook niet zo belangrijk in uw positie, maar wel die andere mensen in N-VA. Maar de andere N-VA'ers die daar wel bedenkingen bij hebben? Even op, want Patrick De Waal die zegt van, ja, als al een Vlaams Belangers binnen. De lijsttrekker, ik ben maar de zesde plaats in Dilbeek. De lijsttrekker in Liedekerke van de VLD... is een ex-Vlaams Belang, gemeenteraadslid, provincieraadslid, afdelingsvoorzitter en lijsttrekker voor de VLD. Niet de zesde plaats, zoals ik. Dus maar het lijkt me een beetje twee maanden twee gewicht. Wat gaat u doen om de onrust over uw komst bij andere Dat kan ik alleen doen door nemen? Consequent hetgeen dat ik nu zeg. En om dat op een consequente manier uit te dragen in woord en daad. Veel meer kan ik ook niet doen. Moet u dan misschien niet duidelijker afstand nemen van Vlaams Belang? Eventueel zeggen dat het een racistische partij is? Sommigen zullen dat misschien graag horen. Of dat een racistische partij in zijn geheel is, dat ook een juridische connotatie. En u weet, ik was voorzitter van de juridische dienst van die partij. Dat ga ik niet beweren in Globo, maar ik neem wel afstand van dat programma en van die partij. Dat hoop ik toch dat duidelijk is. Jurgen Seder, hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel.